Bo van Ervedorens had gisterenavond een of andere acterende knul aan zijn talkshowtafel zitten, die na wat rolletjes in Nederlandse producties hoopt door te breken in Amerika. Het is hem nu gelukt om een rolletje te krijgen in een Kiefer Sutherland-serie bij een van de streamers. En dat leverde hem gisteren weer een talkshow-optreden bij Bo op. Deze Walt Klink zat aan tafel alsof hij een soort gift van God is. Bo kondigde hem als volgt aan, een gemiddelde jongen van twintig uit een klein Fries dorpje staat opeens uit het niets op filmsets in Hollywood te schitteren naast sterren als Emily Blunt en Kiefer Sutherland, maar Walt Klink doet dat dus echt. Hoe Walt het vindt om met Kiefer te werken? Ja, wel gaaf. Ik wist eigenlijk niet wie hij was. Hahaha, ha, ha. nee, man, maar mijn vader wel, weet je. Hij zei, oh, ja, die ken ik wel. Maar ik wist pas op de set dat hij een groot acteur was. Ja. Walt heeft zichzelf een heel coole houding aangemeten. En die coole Walt is dus helemaal niet onder de indruk van die beroemde kiefer. Ja, weet je, ik vind het wel grappig. Ik krijg deze vraag heel vaak van: "Hoe was hij? Hoe was hij?" Maar het is ook maar iemand die poept en plast. Dan plaatst Bo deze Walt in een rijtje met Marwan Kentzari, Carice van Houten en Halina Rijn, Nederlandse acteurs die succes hebben in het buitenland. En Rutger. En Rutger, voegt Walter Bloed serieus toe. Bo, Rutger Hauer, Jeroen Krabbe natuurlijk, Derek de Lind. Als Walt wordt gevraagd om op iets uit de actualiteit te reageren, komt er ook niks zinnigs uit, wat vind ik ervan? Ik weet niet, man. Ik kijk eigenlijk niet zoveel nieuws, ik hou me er niet zoveel mee bezig. Ik ben hier gewoon voor de liefde, weet je, meer niet. Het gesprek met deze koele doet verloopt zo moeizaam dat Bo binnen no time doorgaat naar het volgende onderwerp. Hartstikke leuk, nou, veel succes en kom nog een keer terug. Walt, ja, is goed. Thanks, Bo. Dan staat Walt op en loopt hij weg van tafel, waarna hij weer wordt teruggestuurd. Het opstaan van gasten om naar een andere plek te verhuizen gebeurt immers uitsluitend tijdens instituutarts, als ze niet in beeld zijn. Bo-kijkers nemen Walt behoorlijk onder vuur, waaronder de bekende diva Mayday. Kun je nog stommer en ongeïnteresseerd in een talkshow gaan zitten? Toppunt van cringe die Walt klinkt. Ik kijk liever nog een uur naar de tata-steel-directeur dan nog één seconde naar deze. Ik heb er geen woorden voor, twittert ze. Kijker constant arrogantie in Hollywood is geen goed begin. Deze jongen hoor je later niets meer van. Jeroen, WTF, is het probleem van dat acteurtje bij Bo. Janni, apart manneke, Bo zit aan een dood paard te trekken. En Lex, wat een arrogantje.